Liefhart, wat fijn dat we even in contact zijn met elkaar. Hopelijk maakt u het alle goed. Het is een vreemde tijd waar we momenteel in leven en veel berichten van onmacht, angst, onzekerheid en eenzaamheid bereiken mij. Vandaar dat ik, als uw Nederlandse ambassadrice van Rotterdam, graag. Enkele woorden tot u wil richten. We leven plotseling in een periode waarin we verplicht op afstand moeten blijven van elkaar. Een gegeven dat mij persoonlijk zeer diep raakt. Juist omdat ik mij altijd inzet voor verbinding tussen mensen en strijd voor het gevoel van samen. Maar ook ik voel mij nu onthand. Machteloos. Juist nu zouden we immers zo graag samen willen zijn, elkaar vast willen houden, maar dat kan niet vanwege een onzichtbaar en ongrijpbaar virus. En wat het nog moeilijker maakt, is dat we niet weten hoe lang dit gaat duren en wat er allemaal nog meer op ons af zal komen. Een gegeven dat angst en onzekerheid Makkelijk aanwakkert. We zouden zo graag even op iemand afstevenen of lekker angekleed uitgaan, maar dat zit er voorlopig niet in. En toch, houd moed en laat je zeker niet kisten voordat je werkelijk uit de tijd bent. Als boegbeeld van de coalitie erbij. gaan mijn gedachten natuurlijk ook uit naar hen die zich eenzaam voelen. Ineens is het sociale vangnet weg en het gevoel van eenzaamheid kan niet fysiek worden bestreden of worden weggenomen door de aanwezigheid van een ander. We zijn met een schok tot stilstand gekomen en moeten het nu, zo lijkt het, echt even alleen doen. Voor velen van u voelt dit werkelijk zo. Maar toch. Geeft het ook hoop en vertrouwen om te zien dat velen hun best doen om elkaar te blijven vinden en op afstand aandacht weten te geven aan elkaar. Men zoekt elkaar op via de sociale media of de ouderwetse telefoon. Men helpt elkaar met de boodschappen, het bezorgen van medicijnen of het uitlaten van de hond. Laten we oog houden voor dit soort initiatieven. En laten we daar kracht uit putten. Zoals een dierbare vriend van me onlangs zei: het coronavirus kunnen wij niet stoppen, maar het eenzaamheidsvirus wel. We moeten ons hier samen doorheen slaan. En laten we dat ook vooral samen doen. Maar toch. Toch biedt deze situatie ons ook een kans. Namelijk de kans om eens bij onszelf te raden te gaan. Onszelf de vraag te stellen: wie ben ik nou eigenlijk? Wat drijft mij in het leven? Ben ik dat wat ik zou willen zijn? Ben ik gelukkig met wie ik ben? En als ik dat niet ben, wat kan ik er dan aan doen om juist dat te veranderen? Vragen. Waar we meestal geen antwoord op weten, omdat we daar de tijd niet voor nemen in onze drukke levens. Wellicht dat deze situatie ons juist hiervoor de ruimte biedt. We zijn momenteel op onszelf teruggeworpen, dus laat ons hiermee iets wezenlijks doen voor de toekomst en met onszelf de dialoog aangaan. Dit is. In plaats van ons ego te laten gelden richting anderen. Hoe gaan we verder als dit achter ons ligt? Hoe rapen we de scherven van ons bestaan op? Als in Japan iets kapot valt en in stukken breekt, dan lijmen de mensen daar de brokstukken aan een met goud. De breuklijnen vormen op die manier een nieuw zichtbaar gouden patroon. Dat doen zij omdat ze geloven dat als iets beschadigd is, het een geschiedenis heeft. De littekens maken het voorwerp alleen maar mooier. Zo is het mijn inziens ook met mensen. Als we wat doormaken, maakt het ons leven interessanter en niet slechter. Ook al lijkt het soms in dat moment van wel. Het is aan onszelf om onze worstelingen te beschilderen met goud. We moeten onszelf weer bij elkaar rapen en opstaan. Als we leren van onze tegenslagen... kunnen we daar alleen maar sterker en mooier van worden. We kunnen onze littekens met trots dragen en zeggen... kijk eens wat ik heb meegemaakt. Het heeft mij gemaakt tot wie of toch nou ben... Wie en wat het leven ook nog zal brengen, ik kan het aan, omdat ik leef. En samen komen we er doorheen. Daar geloof ik in. Laten we het samen doen. Maar ga een persoonlijke bezinning niet uit de weg. Zeker niet nu ons hier voor de ruimte wordt geboden door deze bizarre, maar oh zo wezenlijke situatie. Niet wetende wanneer en in welke situatie we elkaar in levende lijven weer zullen zien, denk ik in deze omstandigheden aan u allen. En onthoud, vanaf anderhalve meter ziet men het soms beter. Neem de tijd voor uzelf en let een beetje op elkaar. Blijf lief, blijf sterk, blijf gezond.